Wauw, ik ben onder de indruk. Wil jij ook mooiere krullen, maar er niet te veel aan uitgeven? Blijf dan zeker kijken, want in dit filmpje deel ik mijn nieuwe budgetroutine met je. Hey lieve Curly, welkom terug op mijn kanaal. En als je hier voor de allereerste keer bent, hartelijk welkom. Mijn naam is Sijn van Mijn Krullen, jouw go-to platform voor tips, tricks en product reviews om nog mooiere krullen te krijgen. Laten we niet langer wachten en op naar die budgetkrullenroutine. In deze video dus geen fratsen zoals mijn welbekende watermeerspray, mijn microvezelhanddoek of een van mijn krullenborstels. Maar, want voor slechts 26 euro haal je die niet allemaal. Dus ik zal vandaag gebruik maken van mijn handen als een borstel en de volgende producten. Dit is de Petal Fresh Pure Volume Conditioner die zowel zorgt voor een beetje bounce, dus veerkracht en ook voor body van je haar. Met rosemary en mint. Ik heb deze ook gebruikt in mijn vorige budget krullenroutine voor mooiere krullen. En wat ik toen al aangaf is dat hij ruikt vrij sterk naar, nog steeds, naar mint en naar rozemarijn. Het is een niet per se super stevige conditioner. Maar wel op zich, het werkt fijn. Je ziet me zo ook de slip ervaren van hoe makkelijk ik door mijn haar heen kom. Ik vind wel dat je best wel veel nodig hebt van dit product in vergelijking met andere conditioners. Maar dat kom ik wel vaker tegen als je wat goedkopere producten gebruikt. Maar dat is op zich niet erg, want je krijgt 475 milliliter van dit product voor nog geen 6,99. En hij is onder andere te koop bij Holland & Barrett en bij het Kruidvat sinds kort. Verder, ik heb deze conditioner twee keer gebruikt, namelijk voor het masker en na het masker, maar daar vertel ik je zo meer over. Daarna ben ik met Akin aan de slag gegaan en Akin is niet per se echt een budgetproduct en dat heb ik bewust gedaan. Want ik dacht als je nu met je gels hoeven überhaupt niet zo heel erg duur te zijn, maar vaak zijn de hele goedkope gels niet heel erg voedend, dus daar probeer ik een balans in te vinden. Maar je wil wel dat je toch ergens in je krullenroutine een product hebt wat ook daadwerkelijk je haar echt voedt. Vandaar dat ik ook het do-it-yourself haarmasker heb toegevoegd en ook de do-it-yourself haarreiniging die voedend zijn en je haar echt stimuleren. Maar dat doet deze dus ook. Akin Natural Australian Hair Care sinds 2002. Ik had er echt nog nooit van gehoord. Ze gebruiken geen parabenen, geen sulfaten. Lavendel en antilles, nog nooit van gehoord. Het ruikt vooral heel sterk naar lavendel. Die geur blijft overigens niet hangen, want waar ik zo op kom, dat product overheerst nogal qua geur. Hij is een rijk voedende, hydraterende crème. Leave-in conditioner, siliconenvrij. Verrijkt met antioxidanten, ammoniezuren, dat zijn hele goede vettige zuren. En avocadoolie om je haar te voeden en ook te herstellen voor droog en beschadigd haar. Nu heb ik geen droog en beschadigd haar, maar ik dacht het kan nooit kwaad en misschien heb jij het wel. Dus dan heb je in ieder geval een rijk voedend product. En dat is ook precies in de vorige budget krullenroutine die ik met je heb gedeeld met de Nivea producten, miste ik een beetje de voeding. Dus vandaar dat ik deze keer wat meer op zoek ben gegaan naar producten die dat mogelijk wel konden doen. Wat belooft het verder nog meer? Er zit pro-vitamine B in. Dat is heel erg goed voor je haar. Het zorgt ervoor dat je, zeg maar, je puntjes, dat die gewoon goed verzorgd en gehydrateerd blijven. En dat het heel veel vocht toevoegt en het haar versterkt. Terwijl het ook beschermt bij heat styling, maar dat is niet zo heel boeiend, want wij gebruiken geen hitte. Tenminste niet heel veel. En ook vooral schade van je omgeving. Dus bijvoorbeeld als je product build-up ervaart van vuil in de lucht, daar beschermt dit product ook tegen. Hoe ziet het er verder uit? Het is een vrij dikke leave-in. Ik heb ze vloeibaarder gezien, zeg maar. Zoals ik al zei, het ruikt goed. Het voelt wel lekker aan. Het voelt ook aan als een rijke conditioner. Als je dat kan voelen, zeg maar. Toen kwamen we bij de custard. En ik heb daarvoor de Cantu Define and Shine Custard gebruikt. Voor natural hair. Made for curls. Dus krullen. Type eigenlijk 2A tot en met 4C staat hier letterlijk. Of dat staat niet letterlijk, maar zo vertaal ik het letterlijk. En zorgt voor glans en een perfecte hold. En ik kan je één ding zeggen, ik had giga hold als in een gelkast van heb je mij daar. Waardoor ik ook wel even flink me fluffen om tot dit resultaat te komen, maar daarover straks meer.
Het zorgt ervoor dat de ultra-hydraterende ingrediënten zorgen zelfs dat je droogste krullen, dus als je heel erg droog haar hebt, dat die gewoon gedefinieerd en gezond ogen. En wat mij heel erg verbaasde bij de ingrediëntenlijst hier, is dat er best wel veel toch nog wel voedende producten in zitten. Beetje jammer dan alleen dat aan het begin van de ingrediëntenlijst je dan dingen tegenkomt als gram. Dus zeg maar hoe het goedje bij elkaar wordt gehouden. Wat ook belangrijk is, want je moet het wel kunnen aanbrengen. En bijvoorbeeld pectine of parfum. En het ruikt echt super sterk. Ik was ook klaar met filmen na mijn haarstijlen. En toen dacht ik echt, oh ja, dat is zo'n tropische ruimte. Het ruikt naar, ja, kokos. Er zit ook shea butter in trouwens. En volgens mij ook kokos, dacht ik. Zie ik nu niet meer staan. Het ruikt nogal stevig. Dus wat ik al zei, het is niet je normale gel, zeg maar. Of tenminste niet zoals ik die veel gebruik. Hij plakt ook wat minder. Hij lijkt heel erg vloeibaar, maar dat valt dus wel mee als je hem op je vingers hebt. Maar ik vond hem vrij makkelijk aan te brengen en te verspreiden. En het heeft wat mij betreft zeker de job gedaan als het gaat over wat het allemaal heeft beloofd. En dat vind ik ook voor de leave-in en voor de conditioner overigens. In plaats van mijn microvezelhanddoek heb ik gewoon een katoenen shirt van mijn vriend gebruikt. En ik heb een kopje met water gebruikt om mijn haar constant nat te houden. Nu ik de producten met je heb gedeeld, is het even goed om te weten dat deze routine humectanten heeft. En humectanten zijn stofjes in, of eigenlijk ingrediënten in een product wat ervoor zorgt dat vocht wordt aangetrokken en in jouw krullen wordt geplaatst voor mooiere gehydrateerde krullen. Alleen op het moment dat het bijvoorbeeld super droog of super nat is buiten, kan het zo zijn dat bij droge lucht er te veel of te weinig vocht eigenlijk in de lucht zit, waardoor het vocht uit je haar gaat halen, waardoor je op een gegeven moment te veel pluis gaat krijgen. Of wanneer het super nat is, kan het te veel vocht uit de lucht in je haar aanbrengen, waardoor je alsnog pluisend haar hebt. En dat is iets waar je gewoon voorzichtig mee moet zijn en vooral heel erg bewust van moet zijn, want dan kun je ook spelen met producten die meer of minder humectanten hebben. Oké, er zitten ook proteïne in deze producten en ik ga heel even spieken, want ik heb precies uitgezocht op welke plek. Bij de leave-in conditioner staat op de 7e plek op de ingrediëntenlijst de volgende proteïne, namelijk gehydrolyseerde tarweproteïne. En bij de custard staat hij bijna onderaan de ingrediëntenlijst, zeg maar op 2/3 of nog verder naar beneden. En daar gebruiken ze gedehydraliseerde zijdeproteïne. En dat is belangrijk om te weten, want als je krullen goed wil verzorgen, dan is het goed om te weten wat er in de producten zit. En proteïne, sommige krullen worden daar heel mooi van. En andere krijgen niet veel mooiere krullen door het gebruik van proteïne. Wil je daar nou meer over weten, kijk dan zeker naar mijn filmpje over de Curly Curl methode. Ik zal hierboven en hieronder een linkje met je delen. En ik kom binnenkort ook met een video die uitgebreid ingaat op hoe je er nou achter komt, wat je haar nodig heeft, waaronder wel of geen proteïne of juist meer vocht. Maar daarvoor, dat komt op een later moment. Dus vergeet je vooral niet te abonneren, zodat je geen tips en tricks meer mist. De wasroutine. Ik heb gekozen voor een spoeling. Dus in plaats van een shampoo gebruikte ik een spoeling die ik zelf heb gemaakt. Je kan bij zelfgemaakte do-it-yourself, noemen ze dat in de krullenwereld. Spoeling is denken aan bijvoorbeeld de do-it-yourself appelsiederazijn. Een perfecte, natuurlijke, zelfgemaakte shampoo die je haar verwijdert van product build-up. Dus het opbouwen van productrestanten, maar ook vuil van buitenaf wat op je haar komt te zitten en in je haar en op je of op je hoofdhuid wat je niet wil hebben. Wil je daar meer over weten in het filmpje hoe je krullen beste kan wassen volgens mij en hoe ik mijn krullen was, vertel ik daar uitgebreid meer over. Link hierboven en beneden. Je kunt ook kiezen voor de do-it-yourself gefermenteerde rijstwaterreiniging. En bij deze reiniging gaat het ook over het reinigen van je haar, maar ook dat je pH-waarden worden gebalanceerd. Ik gebruik die zelf nooit echt als spoeling, maar veel meer als voorbereiding op mijn haarmasker. Wat ik deze routine heb gebruikt is de do-it-yourself kokosmelk en gember. Dit is een reinigende spoeling / shampoo die je hoofdhuid stimuleert en je hoofdhuid ook verzorgt. Hierover komt deze week een filmpje live, dus vergeet je niet te abonneren om daar zeker meer over te weten. Vervolgens ging ik aan de slag met de conditioner zoals ik net ook liet zien.
Daarna ben ik aan de slag gegaan met een do-it-yourself haarmasker. En als je geld wil besparen op je krullenproducten, betekent het niet per definitie dat je niet voor je krullen hoeft te zorgen. En krullen hebben nu eenmaal extra aandacht nodig en vooral hydratatie, omdat ons haar nu eenmaal droger is. Dus wil jij mooiere krullen, maar heb je gewoon niet het budget of wil je het er niet aan uitgeven om bijvoorbeeld haarmaskers te kopen, dan kan je heel eenvoudig zelf haarmaskers maken. Zoals bijvoorbeeld het do-it-yourself haarmasker met banaan, avocado en honing, waar ik hierboven en hieronder een linkje voor zal delen hoe dat op mijn haar werkte. Ik heb deze keer gekozen voor een do-it-yourself haarmasker met ei en met honing en met avocadoolie. En daarover komt binnenkort ook een filmpje uit hoe dat is bevallen op mijn haar. Hoe dan ook, het masker, zodra je met ei gaat werken, past heel erg goed op met de hitte van het water waarmee je spoelt. En zorg ook dat je geen hitte aanbrengt op dat masker, want zoals we allemaal weten, stolt ei bij een bepaalde temperatuur. En dat wil je absoluut niet in je haar hebben. Dat is ook de reden dat als ik do-it-yourself haarmaskers gebruik, als ik die zelf gebruik, maar ook als jij het gebruikt, wil ik je echt adviseren om daarna nog een keer met de conditioner je haar even goed in te smeren en nogmaals uit te spoelen, zodat echt alle restanten van voedsel uit je haar zijn. Dat heb ik ook gedaan. En toen ging ik naar het aanbrengen van de leave-in conditioner. En de manier hoe ik het heb aangebracht is continu verdunnen met water. Maar normaal gesproken zou ik altijd mijn waterspraymis gebruiken. Maar goed, dat is wel weer een waterspraymis die een tientje of meer kost. Dus dat is niet heel erg budget. Vandaar dat ik het op die manier heb gedaan om vooral te laten zien hoe kun je nou zonder al die extra tools gewoon toch echt tot een mooi resultaat komen. Het is wel heel belangrijk als je niet met tools werkt, zoals bijvoorbeeld een borstel om je krullen goed te definiëren en ook het product goed door het haar heen te werken. Niet met een waterspraymis of met een waterspray, maar dat je wel altijd continu zorgt dat je goed vocht toevoegt aan je krullen op het moment dat je ze aan het stylen bent. En dat je met technieken gaat werken. En dat is ook wat je hiernaast ziet gebeuren. Ik breng het op mijn haar aan en werk het gewoon met mijn vingers door mijn haar heen. Ik gebruik mijn vingers daarbij echt als een kam. Dus gewoon elke lok goed voorzien van één product. Niet te veel, want ik breng eigenlijk iedere keer maar heel weinig product aan. En kijk vanuit daar of ik meer of minder nodig heb. En ik verdun het product ook met water. 1. Is dat een geldbesparende tip. Maar 2. Zorg je ook dat je niet te veel product aanbrengt op je haar. Waardoor je misschien je haar juist verzwaart. Waardoor je krullen niet mooi met volume als eindresultaat en gedefinieerd. Of misschien zijn ze wel super gedefinieerd. Maar mis je uiteindelijk volume. En dat willen we niet. Ik verdeel mijn haar in 2 delen. Dus hierboven beneden. Ik heb de leave-in conditioner aangebracht. Ik heb met mijn vingers het door mijn haar heen gewerkt. Echt zorgen dat je nergens meer klitjes voelt. Vervolgens heb ik ook de praying hands techniek gedaan, wat zoveel betekent dat je haar tussen je handen hebt en een biddende beweging maakt en dat een paar keer herhaalt. Dat zorgt ervoor dat het product echt op elke streng komt en dat je ook zorgt voor een beetje definitie. En vervolgens heb ik ook squeeze to condition gedaan, wat betekent dat ik het product echt, de haren en het product gewoon heel goed samenknijp door deze beweging te maken met mijn haar in mijn handen. En dat is die 3 technieken. Dus eigenlijk gewoon met je vingers kammen. De praying hands techniek binnen de handjes. En squeeze de knijp om te conditionen. Zorg ervoor dat je meer definitie krijgt. Goed gevoede, gehydrateerde en dus mooie krullen krijgt. Dan heb ik even met een t-shirt. Gewoon een katoenen shirt. Ik heb hem van mijn vriend gepakt. Gewoon een oud shirt. En dat shirt heb ik gebruikt om de eerste keer even mijn haren 5 minuten te ploppen. Normaal gesproken gebruik ik daar een microvezelhanddoek voor. Een katoenen t-shirt is een prima manier om te ploppen. Je kunt ook een hydrofiele luier gebruiken, zolang het maar katoen is. En dat is ook een belangrijke tip. Gebruik geen normale handdoek voor je krullen, want die zijn iets te ruw voor krullend haar. Zorg dat je voor 100% katoenen shirts gaat, of die hydrofiele handdoek, of die microvezelhanddoek. Na ongeveer 5, het werd 8 minuten omdat ik mijn make-up ook ging doen, heb ik mijn haar wederom nat gemaakt. Dus ik heb mijn bekertje met water erbij gepakt en ben even voorover gaan hangen. Echt met de praying hands techniek mijn haar goed vochtig gemaakt. En niet kletsnat, maar wel vochtig, zodat de gel kon worden opgenomen. En de gel heb ik in verschillende laagjes aangebracht. En nog veel belangrijker, in verschillende posities. Dus je ziet mij op een gegeven moment gel aanbrengen terwijl ik sta. Terwijl ik voorover hang. En als laatste zie je, of nou als ene laatste moet ik zeggen, zie je mij het erin squeezen to condition. En daarmee maak ik een pulserende beweging door even een paar keer te knijpen. Voorzichtig, maar wel stevig. En daarna ben ik
rechtop gaan staan, heb ik gekeken, nou, zit er nog ergens een laagje pluis? Heel klein beetje gel gepakt, dat op de bovenkant aangebracht. En vervolgens heb ik nog mijn voorkant gefingercoiled. En fingercoilen wil zoveel zeggen dat je je haarstreng pakt en met de krul, hoe die natuurlijk groeit, meedraait om hem eigenlijk even te herinneren dat hij mooi kan krullen. En je ziet daarbij ook het verschil dat ik gewoon mooi gedefinieerde krullen heb. Zou ik dit niet doen, heb ik nog steeds wel krullen, maar wordt het, ja, het verschil is soms iets te groot met de rest van mijn krullen en ze krullen dan net iets anders, dat vind ik gewoon minder mooi. Wil je meer over fingercoiling weten en wat dat kan doen voor jouw haar om mooiere krullen te krijgen? Want het heeft echt best wel wat potentie voor mensen met krullend haar. Kijk dan vooral hierboven naar het linkje of hieronder in de omschrijving. Oké, op het moment dat mijn haar vervolgens klaar was, heb ik het overtollige vocht en product uit mijn haar geknepen. En dat is in je krullenroutine wel echt een must tool eigenlijk, vind ik. Voor mooie krullen. Want op het moment dat je dat niet doet, dan verzwaar je eigenlijk onnodig je haar met onnodig product en water. Wat je eigenlijk niet meer nodig hebt op dat moment, want je gaat je krullen nu drogen. En door juist dat er even uit te knijpen met je katoenen t-shirt of wat je hebt gebruikt om te ploppen, zorg je echt voor gedefinieerde krullen, maar ook voor volume. En dat zijn eigenlijk twee dingen die ik het meest terug hoor komen bij curlies met wat nou hun wens is als het gaat om mooiere krullen krijgen. Dus nog gewoon een tip om je krullen nog beter te verzorgen en er meer uit te halen. Nadat ik dat heb gedaan, heb ik nog 10 minuten geplopt met een t-shirt op mijn hoofd en vervolgens heb ik mijn haar laten drogen. Heb jij een droogkap in huis, dan heb ik een hele nuttige manier om in een hele korte tijd je krullen te drogen met eigenlijk altijd een heel goed en stabiel effect voor resultaat, moet ik zeggen. En daarvan zal ik het linkje hierboven delen en hieronder. En waarom noem ik die toch? Omdat het toch wel een tool is, omdat het mij geen geld heeft gekost. Ik heb namelijk aan mijn moeder gevraagd, joh mam, hebben we de droogkap van vroeger nog? En dat is letterlijk de droogkap die ik gebruik. Heb je die nou niet en heeft niemand in jouw directe omgeving een droogkap over, dan kan je, als je een föhn in huis hebt met een diffuser, kan je die gebruiken. En hoe je dan je haar kan föhnen is vooral echt boven je haar blijven en op de zo koel mogelijke stand. En als je dat allemaal niet in huis hebt, kan je het gewoon aan de lucht laten drogen. Alleen duurt dat in sommige gevallen bij bepaalde curlies met bijvoorbeeld lage porositeit zoals ik zelf wel meer dan 4 uur. Vandaar dat ik mijn haar altijd droog onder de droogkap, zodat ik mijn routine voor mijn krullen binnen het uur kan houden. Want het kost allemaal al genoeg tijd, zeg maar. Mijn haar is helemaal droog. Wat super fijn is, er zit echt een goede gelcast op. Ik ga nu scrunchen. Dus deze beweging heel veel maken om de kast eruit te kneden, maar ook om mijn haar wat meer te fluffen. En dat is echt wel key ook voor het krijgen van mooie krullen. Combineer het met een gel of een mousse in je styler, maar scrunch ook die kast eruit. Anders, ja, dit ziet er nog steeds gewoon zielig uit. Je kunt scrunching out the crunches, die kast eruit kneden, dat kan je doen met een olie of zonder een olie. Ik vind het zelf altijd fijn om dat met olie te doen. Ik gebruik daarvoor over het algemeen de 100% pure druivenpitolie van de tuinen. Als je dat nu niet hebt, omdat je net begint met een krullenroutine waardoor je mooie krullen krijgt, snap ik. Kies dan bijvoorbeeld echt een druppeltje, inie mini zonnebloempitolie. Of olijfolie, kijk daarin ook even goed waar je haar tegen kan. Of kokosolie. En daar heb je echt maar een drupje van nodig. Want het gaat er meer over dat je gewoon, ja, voorzichtig de kast eruit scruncht. En niet meteen weer heel veel pluis creëert. En zoals je ziet, krijg je nu al een heel groot verschil ten opzichte van deze kant. Normaal gesproken zou ik nu een pik pakken om eigenlijk mijn haar te liften bij de wortel. Aangezien dit een routine is zonder overbodige tools en dergelijke, ga ik dat even op deze manier gewoon doen. En ook een beetje in deze beweging mijn haar iets proberen te liften. Maar hoe beoordeel ik deze productcombinatie? Als ik het heb over volume, ben ik enthousiast. Omdat ik al zei, ik heb geen root lifting gebruikt, geen kam. En hoeveel volume ik nu heb, vind ik prettig. Is voor mij een prettige hoeveelheid. Ik vind de kruldefinitie, daar mogen we gewoon 5 hartjes voor geven. Voor volume geef ik dan 4 hartjes. Hydratatie, het voelt echt gehydrateerd aan. Dus yes, ik heb een budget krullenroutine gevonden voor mooie gehydrateerde krullen.
verder, als we het hebben over pluis. Nou ja, er zit pluis. Maar ik ben er ondertussen ook wel achter dat er altijd pluis op mijn haar zit. Een beetje. Ik denk ook dat het gewoon sowieso bij krullen hoort. Pluis zorgt enerzijds voor een beetje volume ook vaak in je krullen. Dus oké. Maar als ik het vergelijk met andere producten zou ik het daar nog steeds 4 hartjes voor geven. En dan zit ik even te denken, definitie, volume, pluis en hydratatie. Dan hebben we hem. Dus dan zit ik op best wel veel 5 hartjes. Dus laat ik het dan gewoon maar 5 hartjes geven, deze budgetroutine. Ik ben ontzettend benieuwd of jij een van deze producten al hebt geprobeerd. En of jij een idee hebt voor wat voor budget krullenproducten ik de volgende keer zou kunnen proberen. Laat dat vooral hieronder weten. En als je benieuwd bent naar de andere budget krullenroutine, link ik hierboven en hier beneden een linkje voor je. En dat brengt me op de krullenvraag van deze video. Welke budget krullenproducten zou je mij graag willen laten reviewen? Deel dat hieronder in de comments. En wie weet beantwoord ik jouw vraag in een van mijn volgende filmpjes. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan vooral snel. Want ik deel 2 keer per week video's met daarin tips, tricks en product reviews. Om elke dag nog mooiere krullen te krijgen. En vond je dit een leuk en nuttig filmpje? Geef het dan vooral een thumbs up. Voor nu wens ik je een curlylicious dag toe.